Mijn naam is Paul Prinsen, ik woon in Sint-Jasteijn en ik heb als een van de vele hobby's schelpen verzamelen. Zoals je een postzegelverzamelaar filatelist noemt, mag je mij een malacoloog noemen, moeilijk woord voor schelpen. Ik verzamel al sinds ongeveer 1955. In die tijd ging ik heel veel met de fiets de polder in. En dan vond je hier en daar sedimenten van oude tijden met schelpen erin. Onder andere aan de brug van de Maracht. Daar vond ik ook mijn eerste schelp. Schelpje die ik niet op naam kon brengen met de toen bestaande schelpboeken. Inmiddels weet ik dat wel natuurlijk. Er zijn er vele schelpen na gekomen tot op het ogenblik, ik schat zelf, ik weet het niet precies, ongeveer een 3000 schelpen. Een van de eerste schelpenboekjes, die Nederlandse schelpenboekjes, was dit boekje. Schelpen vinden en herkennen van Bob en Trop. In die tijd een vooraanstaand Nederlands malacoloog. Hij heeft diverse boekjes geschreven. Dit was zijn eerste. Het allerbelangrijkste boek voor mij werd uiteindelijk het Compendium of Seashells. Een Amerikaans boek van Tucker Abbott. Als je hierin een schelp niet vond, dan bestond hij niet. Dat was mijn adagium. Hier zien we 3-4 vitrines. De eerste twee vitrines zijn schelpen uit de Middellandse Zee. Dat is het gebied waar je natuurlijk op vakanties en dergelijke het eerst mee in aanraking komt. Maar de schelpen zijn ingedeeld in genera, families, ordes en klassen. En de weekdieren, zoals de schelpen ook genoemd worden, kunnen in het algemeen worden ingedeeld in klassen. Een van de klassen zijn de stoottanden, waarvan ik hier een aantal heb liggen. Die zijn nog vrij klein, maar ik heb ook veel grotere, die liggen weer elders. Deze dus. Het zijn allemaal twee kleppen die hier liggen en ook allemaal uit de Middellandse Zee. Tweekleppig wil zeggen dat de twee kleppen, zoals je hier ziet, twee kleppen aan elkaar zijn. En die zitten met een band vast. Als een schelp het weekdier doodgaat, dan verbreekt die band vaak. Maar als je een beetje geluk hebt, dan heb je de schelphelften nog wel bij elkaar. De meest voorkomende soorten behoren tot de klasse van de gastropoda, oftewel de slakken. Dit zijn zeeslakken en die vind je hier, die zijn dus niet tweekleppig. Die hebben een schelp met een afsluitplaatje, een afdekplaatje. En dat is om niet uit te drogen. Als een dier zich in de schelp terugtrekt, dan trekt hij dat plaatje wat aan zijn voet zit, trekt hij mee de schelp in en dat sluit de mondopening van de schelp dicht. Het zijn ook twee kleppen natuurlijk, de tridacna, ook wel doopvondschelp genoemd. Je kunt die vinden in een veel groter formaat dan dit, want het is een heel kleintje. In een veel groter formaat in kerken, waar het als doopvond dienst doet. Dat is een Pleurotomaria. Die is vrij zeldzaam. De kenmerken die hiervan is dat er hier een slet in zit. Dat is dus niet kapot, maar dat is een slet waardoor het weekdier zijn proboscis, oftewel zijn afvoerbuis, naar buiten kan steken om de afval van de spijsvertering naar buiten te werken.
Dit is een vrij zeldzame schelp. Die kom je niet zomaar tegen. Als je er alleen hebt, dan mag je gelukkig prijzen. Ik zal straks nog even wijzen op een nog zeldzamere schelp. Een van de tot voor kort meest zeldzame schelpen is de Lychnina aurantium, een Cyprea soort. Die bestond een aantal tientallen jaren geleden, bestonden er twee van op de hele wereld. En de eigenaar van die ene schelp, die ging die veilen. En daar werd tot op hoge prijs toe opgeboden. En degene die het hoogste bod had, die verwierf hem. En wat deed hij? Hij gooide die schelp op de grond kapot en trapte hem helemaal kapot. Wat doe jij nou? Zei de veilingmeester. Nou, hij zegt, nou ben ik de enige die die schelp heeft. Tot nu toe waren er twee en nou ben ik de enige. En mijn schelp is verdubbeld in waarde nu. Maar inmiddels hebben ze vindplaatsen gevonden waar deze nog te vinden zijn. En dus is die niet meer zo zeldzaam als dat hij toen was. De familie van de Conidae, dat is de tweede grootste familiesoort. Je ziet wel dat er ook heel veel verschillende gedaantes en vormen en groottes in zijn. En dat maakt het verzamelen zo interessant. De vele variaties in kleur, grootte en vorm. Wat we tot nu toe gezien hebben zijn allemaal zeeschelpen uit de zee. Daarnaast heb je schelpen van het land en schelpen uit de mieren. Dat is een aparte categorie. Een van de grootste zoetwaterschelpen is de zwanenmossel, die je hier ziet. De Anodonta cygnea. Deze schelpen die ik heb zijn extreem groot. Die komen uit de vijver bij het kasteel van Berenvelde. Aanvankelijk maakte ik van elke schelp die ik vond een steekkaartje. Dat borg ik op in het steekkaartensysteem. En daar werden alle relevante gegevens op vermeld. In de jaren 70-80 deden computers een intrede. Dit gaf de mogelijkheid om de verzameling nog meer gestructureerd te registreren in een Excel-bestand. In mijn pc kon ik nu alle gegevens kwijt die ik in de loop der jaren met de schelpen verzameld had, zoals naam, vindplaats, datum, omstandigheden. Daardoor heb ik nu een gedocumenteerde verzameling die er mag zijn. Dit is een tweekleppige, een soort oester zou je kunnen zeggen. En aan de achterkant, de onderkant, is dit eigenlijk minder mooi dan van boven. Van boven is hij op zijn fraaist. Ook de omvang maakt natuurlijk dat dit een vrij veel gezochte schelp is. Hij lijkt op onze eetbare hartschelp. Maar is vele malen groter, zoals je kunt zien. En veel fraaier van kleur ook. Deze schelpen zijn de bekende Strombus gigas uit de Caraïben. Komt er zeer veel voor. Je mag ze absoluut niet uitvoeren. Je mag ze absoluut niet meenemen. Deze zijn dateren al van vele jaren geleden, toen dat nog wel mocht. En zodoende heb ik er een aantal op de kop kunnen tikken. Een hele fraaie vorm is de Murex palmarosae. Palmarosae betekent, zoals je wel kunt indenken, de roze palm. De palm ziet op die krinkelingen die in de varices, zoals ze heten, tevoorschijn komen. Het is een vrij zeldzame schelp, zeker
in deze fraaie uitvoering. Ook heel fraai is deze Murex Pecten, die je in sommige verzamelingen wel tegenkomt. Het is een schelp met heel veel fijne pinnen eraan. Je moet er heel voorzichtig mee zijn, want als er een afbreekt, dan daalt de waarde van zo'n schelp natuurlijk enorm. Bij de slakken zoals deze, daar kun je het ruisen van de zee in horen, zoals men dat zegt. Dan hou je die schelp aan je oor, zo, en dan kun je het ruisen van de zee horen. Dat is natuurlijk niet het ruisen van de zee, maar dat is gewoon het trillen van de lucht in de schelp, die versterkt wordt door die schelp, door de inhoud. Dit is de grootste landslak uit Afrika afkomstig, de zogenaamde agaatslak. De grootste landslak die er is. Dit zijn de Haliotidae, oftewel de oorschelpen, ook wel genoemd. Die zijn heel fraai van vorm aan de binnenkant, maar aan de buitenkant zijn ze minder fraai. Dit is van de familie Tonidae. Tonidae komen in de Middellandse Zee voor, maar niet frequent. Dit is de Xanchus angulatus. Ik heb hem nog nergens anders tegengekomen. Hij komt uit Colombia aan de westkust. Daar heeft Pater Svenne, die hier in Sint-Jansteen geboren is en die daar als missionaris zit, heeft hij van mij meegebracht. En hij zei, wees er zuinig op, want je vindt ze niet. Eén dus in elk geval wel. Ik zei daarnet, die zijn er ook nog in grotere vorm. De stoottanden. Dit is een van de grotere die uit Afrika komt. Dit is een van de vele harpas, familie Harpidae, die er zijn. Die zeer fraai van vorm zijn en zeer fraai getekend. Dit is ook misschien nog wel leuk om te laten zien. Dat is een zogenaamde steekmossel. En waarom nou steekmossel? Omdat die zo met twee kleppen tegen elkaar zo in de grond steken. De punt naar beneden. Ze zijn heel moeilijk verkrijgbaar omdat ze heel makkelijk breken. En ja, aan een schelp die niet volledig is, heb je niet zo heel veel. Dit is de Garonia tritonis, oftewel de tritons schelp. Dat is de grootste slakvormige die er is. De kleur is niet geweldig van deze. Maar als ik de kleur van zijn broertje laat zien, dan zal dat meer vertellen. Komt uit Indonesië. Dit is de grootste slakvormige. De Syrinx aruanus. Dit is slechts een kleine exemplaar in vergelijking met de werkelijke grootte. Die worden gebruikt door de lokale bevolking. De punt wordt eraf geslepen en dan kan men ze zo aan de mond zetten en dan kan men roepen en die klank die kun je tot tientallen kilometers ver werkelijk horen. Dit is een iets kleinere vorm van de tritonshoorn. Die komt uit de Middellandse Zee. Die heb ik zelf gevonden. Vind je overal, ook in je eigen tuin. Om maar te beginnen met de meest voorkomende, de Cepaea nemoralis. Die fraai gekleurde schelpjes, die kom je overal tegen. Je hebt de Balea biplicata's en schorshoorntjes, die je ook overal tegenkomt. Een vriendin van mij komt
Ieder jaar gaat iedere jaar naar Thailand, haar zoon woont daar. En loopt dan ook de stranden af, niet alleen van Thailand zelf, maar ook van alle eilanden die daar zijn. En als ze dan op het strand komt, dan bukt ze zich regelmatig om een schelp op te rapen. En brengt die dan elk jaar mee, voor mij. Een hele mooie vind ik persoonlijk, die fraaie van binnen. In de Cariben met name vind je veelal op het strand waaierkoraal. Je kunt dat ook in zee gaan halen, maar dat mag niet. Je mag ze ook niet van het strand meenemen. Maar deze heb ik toch meegenomen, met toestemming. Maar het zijn weer andere soorten en daarom heb ik ze opgenomen ook. Komen ook uit de Cariben.